En dan een heel nieuw onderdeel wat we gaan introduceren. Wat we steeds vaker zien, is dat mensen makkelijker en sneller willen communiceren met elkaar. En het idee is dat we alle communicatie via één geïntegreerd overzichtskanaal willen neerzetten. Dat is het idee. Wat doen we vandaag de dag? WhatsApp. Fantastische tool. Wie heeft allemaal groepjes in zijn organisatie, WhatsApp-groepjes? Ja, iemand zit te lachen. Dat gaat natuurlijk alle kanten op. En WhatsApp is natuurlijk nogmaals geweldig. Alleen wat WhatsApp even niet heeft, is dat er geen controle door het bedrijf. Geen rollen en rechten. Geen integratie met profit. Niet gecentraliseerd. En dit is een mix van privé en zakelijk. En wat we willen doen, is dat je chat hebt, dat je genotificeerd kan worden of je nou in Pocket zit of in Insight. Video, afbeeldingen, PDF's, documenten delen, volledig direct geautoriseerd. Teams zijn direct inzichtelijk en alles te kunnen doorzoeken. Maar Mo, laat nou eens even zien, wanneer ga je dit nou gebruiken? Hier in Insight heb ik hier een chat. En ik ga naar een workflow. Ik krijg hier een workflow, mensen. Nee, als manager HR of weet ik veel. En ik heb hem beoordeeld, ik heb hem bekeken. En ik heb eigenlijk direct een vraag. Waarom in schaal 12? Of weet je, gewoon zo'n vraag. Wat doe je nu? Pakken we de telefoon, dan gaan we appen, of dan pakken we, of gaan we bellen, of gaan we een mailtje sturen. Hoe lekker zou het zijn dat je gewoon kan zeggen, hey, ik zie dat Cas de Graaf, hij is online. Oké. Okay. Oh. Hey Cas, waarom schaal 12? Ik zie dat Cas de Graaf ook aan het typen is. Zoals je ziet. Dat klopt voor deze functie. Nou. Dank. Nou, op deze manier kan ik dus direct geïntegreerd, en Cas heeft klaarblijkelijk meer te vertellen. Sukkel jongen, echt. Er is toch geen zin dit? Het lullige is, je gaat nog kijken ook. Ja. Okay. En heb je nog zo'n lipje ook? Ik denk, dat hangt er wat uit, jongen. Dat is het dus niet. Sorry, excuus. Dit is het idee. En ik liet het net zien aan de inside kant. Maar wat het natuurlijk ook is, is dat ik het ook, als iemand dus ergens op vakantie, nou niet op vakantie, maar gewoon mobiel is, dan komt het dus ook in Pocket terecht. Vandaar dat jullie ook dat Pocket-icoontje zagen. Dus op het moment dat, afhankelijk of ik op Insight zit of op Pocket, komt die pling, ik heb een bericht. Het is de doorontwikkeling van vandaag de dag van berichten. Dat is wat we hier gedaan hebben. En dit is gewoon geïntegreerd, nog lekkerder, nog makkelijker kunnen communiceren.